De Nederlandse gemeenten werken aan een nieuw element in het stelsel van basisregistraties. De koppeling van de basisregistraties adressen en gebouwen, de BAG, aan de basisregistratie waarde onroerende zaken, de WOS. De BAG legt alle bestaande adressen en gebouwen in Nederland vast. De WOS registreert de waarde van onroerende zaken, waaronder gebouwen. Gebouwen komen dus in beide registraties voor, maar onder eigen identificatienummers. En met verschillend geschreven adressen. Waardegegevens, adresgegevens en gebouwgegevens worden vanaf nu eenduidig aan elkaar gekoppeld. Dit draagt bij aan een effectieve en dienstverlenende overheid. De basisregistraties zijn noodzakelijk voor het uitwisselen van informatie tussen overheden. Overheden legden dezelfde informatie tot voor kort ieder op een eigen manier vast. Dit maakt het uitwisselen van informatie moeilijk. Met als gevolg miscommunicatie en dubbel werk voor burgers en bedrijven en een inefficiënte overheid. In basisregistraties wordt informatie eenduidig vastgelegd. Unieke identificatienummers zorgen ervoor dat informatie kan worden uitgewisseld en samengevoegd. De koppeling van de BAG met de WOS is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het stelsel van basisregistraties. En als met de verdere vorming van het stelsel steeds meer koppelingen worden gelegd, gaat informatie steeds beter stromen. WOS-deelobjecten worden gekoppeld aan BAG, panden en verblijfsobjecten. Alle WOS-objecten krijgen een BAG-adres. Gegevens als bouwjaren en oppervlakte worden zo mogelijk gelijk getrokken. En afnemers van de WOS krijgen in de toekomst de BAG-adressen en identificatienummers meegeleverd. Door de BAG krijgt de WOS een vollediger zicht op alle gebouwen en veranderingen in deze gebouwen. Dit leidt tot een rechtvaardiger belastingheffing. Omgekeerd geldt, de jaarlijkse vaststelling van WOS-waarden kan leiden tot het herstellen van fouten in de BAG. Deze verbeterde gegevens komen ter beschikking aan iedereen. WOS-gegevens kunnen door de BAG-koppeling eenvoudig worden afgebeeld op de kaart en daarbij gecombineerd met andere gebouwgegevens. Dit is bijvoorbeeld goed bruikbaar bij gemeentelijke analyses voor beleid. Woningcorporaties kunnen, als ze zelf ook de BAG gebruiken, de jaarlijkse WOS-waardering en belastingaanslagen eenvoudiger verwerken. Eenduidige adressen maken het eenvoudiger voor banken, verzekeraars en notariaat om bij vastgoedtransacties het verschil tussen prijs en WOS-waarde vast te stellen en zo fraude te signaleren. De waarde van vastgoed in een gebied kan eenvoudiger worden bepaald, bijvoorbeeld bij rampen of bij het berekenen van planschade bij bestemmingswijzigingen. Ten slotte wordt het door de koppeling eenvoudiger om de gemeentelijke bijhoudingsprocessen voor BAG en WOS te integreren en zo kosten te besparen. Goede gegevens en minder verschillen tussen beide registraties betekenen minder bezwaar en beroepsprocedures. De koppeling BAG-WOS moet worden gelegd voor 8,6 miljoen gebouwen. Ook het beheer daarna moeten de gemeenten regelen. Alle gemeenten in Nederland zetten hier de schouders onder. Met deze koppeling geven we verder vorm aan het stelsel van basisregistraties. Dat bijdraagt aan een effectieve en dienstverlenende overheid.